Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Ik heb jullie gisteren in een andere video verteld dat ik vandaag nog een dagje door zou vloggen, dat klopt. Gisteravond heb ik toch gewoon het punt doorgezet om een nieuwe oplader te bestellen voor mijn MacBook. Die komt als het goed is vandaag binnen, het einde van de middag. En er komt nog een pakje binnen vandaag voor het draadloos opladen van onze telefoons. Namelijk, het is zo dat we niet meer draadloos kunnen opladen. Omdat onze telefoon dat niet ondersteunt. Maar nu zijn er van die plugs die je achter je telefoon plakt. En met het kabeltje wat eraan zit, die steek je dan in het gat van de oplader van de telefoon. Dan doe je hoesje eromheen, dus je ziet hem verder niet. Maar dan kan je hem dus gewoon neerleggen en dan laat je telefoon gewoon op. En dat is dus gewoon super, super nice. Dus die heb ik besteld. Ik heb er twee besteld. Eén voor mijn vader en één voor mij. En ik heb voor Chantal en voor mij een turquoise hoesje gehaald. Die waren in de aanbieding, want ik mocht twee dingen gratis zoeken. Dus dat was dat. En ja, that's it eigenlijk. Die dingen waren trouwens best heel erg duur. Ze waren €20 per stuk. Dus dat is best heel prijzig, maar goed. Vooruit. Omdat ik dan gewoon lekker draadloos kan opladen. Dat is veel fijner. Maar wat ik jullie wilde vertellen is dat ik vandaag eigenlijk naar de Cavia Stichting zou gaan. Mijn ouders gaan er vandoor. Doeg! Ik zou vandaag eigenlijk naar de Cavia Stichting gaan in Nijkerk. Er is een open dag omdat ze daar een jaar bestaan. En natuurlijk allereerst een super super gefeliciteerd Cavia Stichting in Nijkerk. Jullie doen het echt super tof. Ik weet niet of jullie het ooit gaan zien. Maar ze doen het echt zo tof. Ze zijn zo lief voor de Cavia. En wij hebben Boris daar natuurlijk vandaan. Super lief. En dus we zijn altijd super blij met hem. Boris is waarschijnlijk nog steeds super blij met de goede zorg die hij heeft gehad. Maar ik zou er dus heen gaan vandaag. Maar ik werd vanmorgen wakker. Gisteravond had ik al niet zo'n zin. Ik heb niet zo'n zin. Ik ga er niet heen vandaag. Ik blijf lekker thuis. De papegaaien die slapen nog. Tenminste, ze slapen niet meer. Maar ze zijn nog wel boven. En ik zit nog steeds lekker in mijn badjas. Dus ik ga me zo eerst even aankleden. Ik ga waarschijnlijk gewoon lekker een t-shirtje en een makkelijke broek aandoen. Niet al te moeilijk, want vanavond ga ik uit eten met Chantal. We gaan of naar de Mac of naar een Amerikaanse diner in Rotterdam. Even kijken wat we gaan doen, wat leuk is. We weten nog niet helemaal. Dus ja, dat staat op de planning voor vandaag. En als alles goed komt en de oplader klopt en als die het doet, dan kan deze video geëdit worden op mijn MacBook. En dat zien jullie heel gauw genoeg. Want als er een intro is geweest, dan weten jullie dat ik op mijn MacBook edit. Ik heb trouwens gisteren de video geëdit. Don't blame me. Maar de kwaliteit is echt nog steeds ruk. En ik denk dat dat echt komt door het editprogramma. Dat hij niet meer als een bepaald aantal dingen ondersteunt ofzo. Ik heb geen idee. Maar het was heel jammer. Ik ga gelijk naar boven. Want ik moet me eigenlijk nog aan gaan kleden. En dat is ook wel nodig, want anders zit ik hier gewoon morgen nog. Ik ben aan de ene kant wel blij dat ik nu thuis ben gebleven op de zaterdag. Want ja, het is, ik had niet zo heel veel zin. Ik doe een klein stukje open. Zo. Ik ga me even aankleden. Dus ik zou zeggen, let's go. Ik zie jullie zo. Goed, ik ben inmiddels aangekleed. Ik heb een zwart vest aan, een grijs stopje, blauwe broek en mijn slippers. En ik ben er net behoorlijk druk bezig geweest, want ik was van die cleaning video's aan het kijken. En toen kwam ik in één keer tussen het idee. Ik dacht, ik ga mijn kledingkast opruimen. Dat is gebeurd. Ik ga het jullie gelijk even laten zien. Ik ga Rio even mee naar boven nemen, want anders gaat hij lopen draken. Daar heb ik even geen zin in. Ik wacht trouwens ook nog steeds op mijn pakjes. Maar ja, daar moet ik waarschijnlijk nog wel even op wachten. Want die komen einde van de middag pas. Ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal heb gedaan. Er zijn uiteindelijk 4 vuilniszakken. 4 vuilniszakken met kleding voor de kringloop. En 2 vuilniszakken voor het afval. Dit is het geworden. Ik heb helaas geen before gefilmd, een beetje jammer. Maar alles lag gewoon vol ingestouwd in die kast. Er was niks opgevouwen, helemaal niks. Dus het was gewoon allemaal ingepropt. Dus uiteindelijk heb ik, even snel, hier pyjama's. Echt zomer. Kleding, dus hele dunne shirtjes.
truien en t-shirts die niet meer opgehangen konden worden, want dat hangt echt helemaal vol. Dit zijn rokjes, korte broeken, lange rokken, van alles. Hier zijn mijn spijkerbroeken. Dit zijn mijn pyjama broeken en gewoon chill broeken, relax dingen, jongensbroeken. Schoenen, waar ik ook een hele zooi van heb weggedaan. Het was vreselijk hoeveel schoenen ik hier gewoon had staan. Het was echt ongelooflijk, maar goed. Schoenen. En hieronder staan de twee manden. Dat is de mand met mijn ondergoed. En dit is de mand die ik nog een keer moet gaan uitzoeken. Maar waar ik geen zin meer in had. Als we nu naar de andere deur gaan, heb ik hier het hanggedeelte. Ook dit hing helemaal vol. Achter in de kast, hierachter op de grond, lag het ook compleet vol met allemaal kleren. Waar ik gewoon te lui voor was om ze op te hangen. En dan gooi ik ze gewoon erachter, want dan zie ik het toch niet meer. Heel slim, maar niet netjes. Ook dit heb ik allemaal georganiseerd opgehangen. Hier hebben we lange mouwen en twee vesten. Twee echt hele dikke wintervesten, die heb ik hier gehangen. Dit zijn lange mouwen. Dit zijn t-shirts. Topjes. Dit zijn een klein setje met jurkjes. Ik heb hier dit. Zo kan je zien waar ik het meest van heb. Dit hele gedeelte tot en met hier is allemaal truien. Truien en dikke vesten. Ik heb mega veel truien. Ik snap niet waarom. Ik koop er steeds meer, maar ik blijf nog steeds veel truien hebben. En terwijl ik heb best heel veel weggedaan. Maar zo zie je maar dat ik vrij weinig t-shirts heb. Ik heb meer topjes. Dit zijn de topjes. En dit kleine stukje zijn mijn t-shirts. Dus ik heb vrij weinig t-shirts. Maar ja, dat geeft niet, want ik kan niet alles dragen. Maar Annie, het is in ieder geval behoorlijk goed uitgezocht. Ik ben nog steeds aan het wachten op mijn pakje en dat vind ik zo vervelend. Ik hou niet van wachten. Maar ja, het moet wel. Ondertussen ben ik nog ook even aan het speculeren van, joh, wat ga ik nu doen vanavond met het eten? Ik ga natuurlijk uit eten met Chantal vanavond, maar we twijfelen een beetje of we naar Mac gaan of naar een Amerikaanse diner. We willen aan de ene kant gewoon lekker Mac, het is gewoon lekker makkelijk. Maar aan de andere kant vinden we die Amerikaanse diner ook leuk. Maar eventjes kijken hoe we dat gaan doen. Ik ben benieuwd. Dus ja, we gaan naar beneden. En ik heb net geluncht. Ik heb een pizza gegeten. We hadden van die hele kleine pizzatjes. Die heb ik op. En ik heb er twee van op. Van hele kleintjes. En ik ga eventjes drinken uit het schuur halen. Want ik heb dorst. Dus we gaan lekker ijsthee halen. En Rio zit lekker met zijn staart in me. En de telefoon gaat. Wie is dat? Hallo. Hallo, we zijn weer onderweg. Oké. Goed, het is echt een mega chille zaterdag. Ik ben vanmorgen natuurlijk bezig geweest met mijn kledingkast. En met mijn stageopdrachten. En nu heb ik het mega koud. Dus ik heb een dekentje gepakt. Daar lig ik nu onder. En ik dacht, ik ga lekker Netflix kijken. Ik heb lang geleden Netflix gekeken, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is echt zeker wel 2-3 weken geleden. Maar ik wil het wel weer zien en ik wil kijken hoe mijn serie verder gaat. Ik ben The Secret Avengers of Sabrina aan het kijken. Oh, ik moet hem opnieuw aanmelden. Vervelend, maar goed, ik ga dat doen en dan gaan we Netflix kijken. Goed, inmiddels loop ik richting de metro. Ze zijn iets eerder weggegaan dan dat ik eigenlijk wilde. Maar ja, weten dat we iets eerder zijn. De planning was om naar Zuidplein aan de Mac te gaan. Maar Zuidplein sluit om 5:30. En op de beurs staat alles pas om 7:00. En de Mac pas om 3:00 s'nachts. Dus we gaan daarheen. Dus ja, we mieten elkaar bij 5 sluizen. En dan gaan we lekker uit eten. Gezellig. Goed, in de metro. Ik zit. En ik ben moe. Ik zit helemaal in mijn eentje in deze hele wagon. Grappig. Gebeurt niet vaak. Ik heb even lekker een trui aangetrokken. Want ik wilde deze jas graag aan. Anders vind ik het heel koud. Dus dat. De hoesjes en de die opladerdingen zijn binnen. Het is wel lastig te laten zien. Wacht, ik ga het hoesje even laten zien. Dat andere ding, dat stelt niet heel veel voor. Mijn telefoon en mijn tas. Dus het hoesje.
En je ziet dit zwarte dingetje hier zo. Die steken dus zometeen waar nu mijn oplaadkabel in zit. Want ik heb nu geen wireless charger bij. En die plak zit hier dus achter. En als ik hem dan zo erop leg, dan gaat hij dus opladen. Super chill. Maar ja, voor de rest niet heel veel bijzonders. Ik ga nu naar de beurs. Chantal die pikken we zo meteen halverwege op. Tenminste halverwege stopt zij in de metro. En dan gaan we lekker bij de Mickey eten. En ik zie dat Julia, of Mickey eet things Julia loves, ook in Rotterdam in de stad is. Dus dat is wel grappig. Dus misschien kom ik haar nog tegen en hoef ik volgende week helemaal niet langs. Of misschien ga ik wel langs, misschien het wel. Maar in ieder geval gaan we nu richting Vijf Sluizen en daarna beurs. Ja, dus hij doet het. Inmiddels zijn we in de stad. We hebben lekker gegeten. En totaal geen awkwardness hier midden op de lijnbaan vloggen. Maar goed. Koket is dicht. Jammer. Daar wilden we nu eens even heen. We gaan nu op zoek naar de H&M. Nee, de Kiko Milano. Nee, die is echt mega duur. Oh, maar goed, we gaan even zoeken naar de H&M. Want Spoedy zit hier recht voor. Hoop ik. Hopen we. En dan gaan we daar nog even kijken. Het is hier tot ongeveer 7 uur open. Sommige net iets langer, sommige net iets korter. Dus eens een beetje kijken hoe we. Maar ja. Why not? Als doen, gaan we toch gelijk naar huis. Dat is ook zo saai. Dus daarom gaan we nu maar. Ik ga dit maar zoeken, even inhalen. Ik heb zo'n heleboel mensen die zo langzaam lopen. Op naar de H&M. Oké, goed. Ik ben thuis. Superleuke avond gehad. Chantal is met mij mee geweest naar huis. We hebben lekker ijsje gegeten. We hebben leuk tv gekeken. We hebben een nieuwe video van Roadtrip gekeken. Met een nieuwe bandlid, denken we. Hopen we niet. We willen het absoluut niet, maar goed. We weten het niet. Wacht het nog even af. Het is 10:30. Ik ga slapen. Ik heb één ding gekocht bij de H&M. En dat is dit French t-shirt. Chantal had hem in het grijs. Ik wilde hem niet in het grijs, ik wilde hem in het wit. En ik vind hem zo leuk. Ik ben er echt heel blij mee. Ik ga hem waarschijnlijk ook lekker morgen aandoen. Dus ja, ik leg hem hier neer. Mijn outfitje klaar liggen. Ik ga lekker slapen. Ik bedank jullie voor het kijken. MacBook laden is binnen en de MacBook doet het. Dus ik kan gewoon morgen lekker gaan editen. Bedankt jullie voor het kijken op deze video. Een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie heel erg snel weer terug bij een officiële weekvlog.